Goedenavond, welkom bij ATV. Rond 2 uur vanmiddag gebeurde er aan de Thijs... Ik ben Katrien Snoeks. Ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Lessius Hogeschool in de master journalistiek. Ik vond het een heel leuke periode waarin ik veel boeiende mensen heb leren kennen, omdat die mensen ook allemaal bezig waren met media, actualiteit. En vooral het gevoel dat ik had in dat laatste jaar is van nu ben ik klaar om te gaan werken. En dat had ik van tevoren nooit. Wat is de redactie met Katrien? Als journalist kom ik 's morgens toe op de redactie, ik krijg een opdracht van de eindredacteur. Ik begin rond te bellen, te researchen. Ik ga dan meestal als videojournalist op pad naar de mensen die ik moet interviewen. Ik maak beelden, doe een interview, ik kom terug, ik bekijk de beelden, visioneren. Ik schrijf mijn stuk en ik ga dat dan monteren met een monteur. En als presentatrice kom ik toe, ik begin vooral mijn teksten te lezen. Ik schrijf ook wel stukjes, kortere stukjes tussendoor, maar dan spitst het zich toe op teksten lezen, goed naar je mond zetten en dan presenteren natuurlijk. Ik had een opleiding achter de rug van 4 jaar Romaanse talen, heel veel theorie. En ik had wel nood aan een beetje praktijk. En zeker in journalistiek is dat heel belangrijk, dat je echt aldoende leert. En wat ik zo fijn vond aan die opleiding, aan de Lessius Hogeschool, was dat toch dat academische, dat theoretische ook niet vergeten wordt. Want ik herinner mij vakken als ethiek, als ontwikkeling van het medialandschap. Dat was wel heel nuttig, want ik heb ook mijn eindwerk gemaakt over sensatie in de journalistiek. En een beetje achtergrond is echt wel handig daarbij. Ik vond het heel leuk dat die master de 3 verschillende media integreerde. Dus je had zowel tv als radio, maar ook geschreven pers. Dus ik wist al van tevoren dat ik graag voor tv zou werken, maar teksten schrijven is ook wel heel belangrijk. Dat is 1 grote troef, vind ik. En ten tweede dat je voor het televisiewerk dan enorm hard werd voorbereid qua filmen en montage. En dat was achteraf echt wel een grote troef bij het vinden van een job. Wat het nieuws betreft zijn we rond. Fijn dat u bij ons was. Maak er nog een fijne avond van. Dag.